Ik was eerste reserve. En als eerste reserve, niet zo'n mooie presentatie. Nou lees ik overal op internet, ook wel eens over presentaties. En dan lees ik, weet je wat je dan doet? Hele grote woorden. En heel weinig. Dus dat is wat mijn presentatie is, zo direct. Ik ben Erwin Blom, ik werk bij de VPRO. Bij de afdeling digitaal al daar. En mij werd eigenlijk simpelweg gevraagd... Ja, vertel nu eens wat erbij komt kijken bij die weblog die je bijhoudt. Het hoe, het waarom, et cetera. De aanleiding van die weblog die is eigenlijk op zich, ik heb er al jaren over bij mensen. We zouden als VPRO, je zou veel meer met die inhoud, die kennis en die kunde moeten doen die je eigenlijk in huis hebt. Een klein beetje laat je eigenlijk maar aan het publiek zien. Dat is over het algemeen in het eindproduct. Ik constateerde dat weer toen ik sprak met mensen van het programma Tegenlicht. Tegenlicht is een programma dat de VPRO op zondagavond uitzendt, zeg maar een documentaire programma. En die waren bezig met een programma en het idee daarvan was, ze hadden een soort werktitel van waarom is de iPod niet in Nederland ontwikkeld. Zeg maar als suggestie daarbij, Nederland is niet innovatief. Dat was eigenlijk het idee, daar gaan we een programma over maken. Ze ging met allerlei mensen praten, met Philips Research en allerlei andere deskundigen. Die mensen in eerste instantie zeiden allemaal, die bevestigden dat eigenlijk allemaal. Nederland is niet innovatief. Maar als ze iets langer doorpraten, kwamen ze eigenlijk allemaal met voorbeelden die het tegenovergestelde bevestigden. Oftewel, er was wel degelijk veel aan de hand in Nederland. Dus wat gebeurt er dan onderweg? Ja, het programma vervalt. Hè, want we kunnen die bewijzen, helaas. Dus er wordt nu een ander programma, het gaat helemaal over Google, ook prachtig. Maar ik zei wel tegen die makers op een gegeven moment, maar dat is eigenlijk doodzonde. Jullie spreken met mensen van Philips Research, jullie spreken met andere deskundigen. Jullie hebben die voorgesprekken gehouden. Al die deskundigheid zit nu bij jullie in je mappen, zeg maar, of in je computer. En wellicht is het niet interessant voor de hele wereld, maar ik kan wel 1000 mensen bedenken voor wie die gesprekken die jullie gevoerd hebben wel interessant zijn in dit geval. Hoef je niet heel veel mee te gaan doen, hoef je niet mooie montages, hoef je geen televisie van te gaan maken, maar maak mij deelgenoot van jullie zoektocht. Dat ben ik de laatste tijd regelmatig aan het zeggen, dus ik hoop dat we ook die kant op gaan, waar je eigenlijk als organisatie steeds meer niet alleen de eindproducten laat zien, maar ook het proces er naartoe en daar je publiek bij betrekt, want een heel belangrijk ding is natuurlijk, natuurlijk hebben wij mensen die daar tijd en energie in kunnen stoppen, maar er zijn nog veel meer mensen die deskundig over het onderwerp zijn en daar een rol in zouden kunnen spelen. Als zij op bezoek zijn geweest bij persoon X, zou een ander kunnen zeggen van, hey, maar je moet eens een deurtje verder kijken, want wat ze daar nu toch aan het maken zijn. Oftewel, niet alleen deel je kennis, maar ook betrek de deskundigheid van je publiek erbij. Nou, dat kan ik natuurlijk allemaal tegen andere mensen roepen, maar dat moet je eigenlijk zelf ook wel gaan doen. Dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik met mijn weblog begonnen ben. Want ik had hetzelfde, wat ik zelf merkte op mijn afdeling. Ik spreek veel met mensen en ik ben vrij bezeten met dingen bezig. En ik merkte dat dat ik dus allerlei gesprekken voer. En die mensen bij mij op de afdeling moeten allemaal heel hard werken om een mooie site en mooie producten te bouwen. Maar die weten eigenlijk, het kost mij moeite om hun op de hoogte te houden van A, waar ik mee bezig ben. Dat is toch belangrijk. En B, de kennis die ik onderweg opdoe. Bijvoorbeeld, ik was op bezoek in Engeland bij Last.fm. Dat is een hele mooie muzieksite. Ik spreek daar een half uur met iemand en ik dacht toen ook, dit gesprek wat ik nu voer, ik kan zo nog wel een paar honderd mensen bedenken die het wellicht ook interessant vinden om dat te volgen. Niet met de pretentie van ik ga een televisie of een radioprogramma maken, maar simpelweg doorgeven wat ik meemaak, doorgeven met wie ik spreek. En ik hoef daar ook geen grote gezelschappen mee te bereiken. Als ik die mensen die ik dagelijks spreek en die dat wellicht minder tijd hebben om het internet of minder tijd aan besteden, moet ik zeggen, want ik doe het ook gewoon allemaal maar als een bezetene met mijn laptop op schoot, terwijl de televisie doorratelt. In feite dus gewoon anderen vertellen waar ik me mee bezig hou. Ik moet wel die grote letters natuurlijk al voor laten zien, weet je. Ik heb ze niet van niks allemaal in zitten gebeuren. Dus welke functies zitten daarin wat mij betreft? Maar eentje is dus kennis delen, niet alleen naar mijn eigen afdeling, die afdeling digitaal. Waar ik ook merkte namelijk ook dat soms werk ik nogal vermoeiend op mensen als je steeds weer met iets nieuws komt. Dan dacht ik, weet je wat ik doe? Ik kan het dan wel op een site zetten. En dan kan ik zeggen, ja, je had het in ieder geval kunnen weten. Ik hoef het je niet allemaal te vertellen, maar je kan een RSS-feed nemen of af en toe die site eventjes bezoeken. En als je wil, kan je op de hoogte zijn of blijven. En het geldt in het algemeen van de VPRO. En naar buiten geldt dat eigenlijk ook. Het is ook een vorm van
communicatie met externe partijen, met relatie die hebben met andere omroepen bijvoorbeeld. Er zijn andere omroepen die tegen mij zeggen, nou, heel handig dat jij dat voor ons doet. Dan hoeven wij dat die sites niet allemaal af te lopen, af te struinen, et cetera. Maar een heel belangrijk deel daarbij is ook dat het ook onmiddellijk zorgt voor tweerichtingsverkeer. Ik heb een aantal mensen uit mijn adresboek verteld van, joh, ik ben dit aan het doen. Die volgen dat. En die komen daarna met suggesties, ga daar eens kijken. Dit is wel een aardig voorbeeld, maar een andere site, daar maken ze nog veel mooiere dingen. Of dat is nog veel ingrijpender voor een omroep of voor het medialandschap. Dus het is, dat is voor mij ook een heel belangrijk element ervan. En een ander ding is wat ik belangrijk vind, dat is dat het eigenlijk mij dwingt. Ja, want ik heb mezelf opgelegd naar het voorbeeld van Wim de Bie, dagelijkse frequentie. Dat is misschien ook wel het moeilijkste stuk uiteindelijk om het vol te houden, maar dat helpt me dan dat ik het in ieder geval doe. Het dwingt mij ook zelf op onderzoek te gaan. En niet alleen over te lezen, maar om software uit te proberen, sites te bezoeken. Ik weet niet hoeveel beta-accounts ik inmiddels wel niet heb van al die mooie Web 2.0 bedrijven. Het helpt me ook om uit te zoeken welke software er wel of niet werkt. Natuurlijk hebben wij bij de VPRO allemaal mooie content management systemen die heel goed werken. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon weer kijken wat er allemaal op internet te vinden is. En gebruik dit dus ook eigenlijk als een soort zoektocht van wat zijn nu de gereedschappen die er zijn. Welke werken in mijn beleving goed, welke werken minder goed. Dus het is ook een beetje naast die communicatie ook een soort van research and development. Ik kan er niet te gewichtig over doen, maar het is gewoon uitproberen van wat er overal te vinden is en waar ik wat aan heb. En natuurlijk kom je dan vanzelf uit bij allerlei plekken waar je, zoals Windows Live, waarin je ziet dat alle software of alle tools zich natuurlijk naar het netwerk aan het verplaatsen zijn, waarop je steeds meer zelf je eigen informatie bij elkaar kunt sprokkelen, et cetera, et cetera. Maar dat kom ik dan naast al die vergaderingen die ik tegenwoordig op een of andere manier waar ik ook in verzuild ben geraakt, die kom je dan tenminste ook nog in de praktijk gewoon eens tegen. Je blijft ook nog gewoon bezoeker, gebruiker en noem het maar op. Ik ben opgegroeid voor de ouder onderdoel in de punktijd. En toen was het adagium dat je maar 3 akkoorden hoefde te kunnen spelen om een band te beginnen en om zelf platen te gaan maken en die ook uit te brengen. Dat is eigenlijk nog steeds mijn filosofie. Dus ik zoek eigenlijk altijd naar hoe kan ik met zo min mogelijk spullen, behalve een dure Apple laptop die net overleden is, maar met zo min mogelijk spullen zoveel mogelijk maken. Dat spreekt mij nog steeds het meeste aan. Dus vandaar ook dat ik heel enthousiast werd toen de camera's goedkoper werden, hoe je nu ziet, hoe je op een computer meegeleverd krijgt. Dat je zelf je podcast of je vodcast en mooi geïntegreerd daar sites van kunt maken, et cetera, et cetera. Dus met minder probeer ik het steeds te doen. Al probeer ik dan natuurlijk altijd wel de nieuwste apparaatjes daarvoor in te zetten. Ja, ik had al 10 jaar geleden een kaartje op Gadget Freak stond, dus die naam moet ik ook hoog houden. En dan kom je toch van die dingen tegen, bijvoorbeeld. Ik heb zo'n JVC camera gekocht, waar je op harde schijf kan opnemen met het idee. Want daar, even tussendoor werd gezegd, het is natuurlijk ook zo, video is het helemaal. Maar als je, zoals ik en zoals Wim de Bie bij ons de VPRO dagelijks probeert te produceren, naast alle andere dingen die je doet, dan merk je wel dat alles wat je niet schrijvend op wil lossen, ineens wel veel meer tijd gaat kosten. Althans, als je iets anders doet dan even een grappige iemand die met een bananenschil eruit gaat vastleggen. Natuurlijk, dat kan je vast heel simpel doen. Maar zo'n voorbeeld wat ik net noemde. Ik interview iemand van Last.fm. Ik heb het cameraatje bij me. Ik denk, hé, dat is handig. Het staat op een harde schijf. Dan kan ik het in één keertje kopiëren. En het begin en het einde even schoonmaken en publiceren. Zo simpel is het kennelijk allemaal nog niet. Want het is dan niet het formaat. Het staat niet op die harde schijf wat weer in die computer kan. En je bent oftewel, voor je het weet, 3 kwartier verder. Voordat je eigenlijk een stukje van 10 of 20 minuten, zeg maar, überhaupt zou kunnen publiceren. Dus daarvoor is er op mijn site ook nog maar 1 stuk video te zien. Terwijl dat echt de bedoeling was om dat ook heel regelmatig en met iedereen die ik sprak even snel op te nemen en het dan te plaatsen. Nou, dat is bij mij een duidelijke belemmering, zeg maar. En hoe doe ik het dan? Ik heb zoals gezegd die Apple PowerBook.
En als het gaat om audio of video, probeer ik het met de software die er op de computer staat. Dus niet de dure varianten van Final Cut en hoe ze ook allemaal mogen heten. Maar met wat er meegeleverd wordt te publiceren. Belangrijkste ding is uiteindelijk gewoon natuurlijk mijn RSS-reader. Waar een stuk of 85 feeds binnenkomen. Die ik regelmatig scan. En ik de artikelen die me interessant lijken of van toepassing voor waar ik mee bezig ben, vastzet. En 's avonds of 's ochtends, als ik denk van oh, ik moet weer publiceren, ga ik eens even kijken wat ik die vorige dag bekeken heb. Of wat ik bij Delicious, de tag checklist, want zo heet mijn site, heb meegegeven. Dus dat is mijn kladblok van bookmarks, mijn kladblok van RSS feeds. En natuurlijk, wat ik pretendeer ook niet veel meer te doen dan heel veel sites te bezoeken en daarvan weer een selectie door te geven. Dat kan een ander ook en dat doen anderen ook. En dat is natuurlijk juist ook de kracht van het hele weblog gebeuren, want iedereen verwijst naar elkaar. En je moet op een gegeven moment vind je zelf wel uit wat voor jou de meest waardevolle bronnen zijn. Ik gebruik niet de software die Apple recentelijk heeft uitgebracht, wel prachtig samenwerkt, maar een ander programmaatje wat Rapid Weaver heet. Maar dat is allemaal niet zo interessant, want ik probeer natuurlijk ook hoe de Google zijn pages werken. En ik heb op allerlei plekken ook nog andere sites waar ik uitprobeer of het voor mij makkelijker of handiger is. En met uiteindelijk de bedoeling van hoe kan je het in het bedrijf bijvoorbeeld weer inzetten. Nou, waarom? Heb ik een beetje aangegeven. Oh nee, hier, daar wou ik nog even terugkomen. Zoals ik al zei, ik zelf vind die dagelijkse frequentie belangrijk. Maar als u vanavond thuis gaat kijken bij www.vpro.nl/checklist, dan zult u zien dat u hier niet had hoeven zijn. Want ik heb vanochtend al geplaatst wat ik nu sta te vertellen. En ik kan u ook vertellen dat u volgende week niet hoeft te kijken, want dan zit ik op formateren. Maar verder vind ik in ieder geval, er is regelmaat belangrijk. Ik weet wel dat je met RSS readers natuurlijk het vanzelf wel ziet als er weer gepubliceerd wordt. Maar bijvoorbeeld zo'n Paul Molenaar van Ielse, die toch niet meer dan 2 keer per maand publiceert, dat is gewoon niet genoeg. Een ander belangrijk ding is natuurlijk, dat is ook geen rocket science, dat is ook geen nieuws, het focussen. Nou, in mijn geval was het eenvoudig, want ik ben geïnteresseerd in nieuwe media, het is mijn werk en online tools. Ik had het ook over schaatsen kunnen doen, ik had het ook over muziek kunnen doen, maar de combinatie leek mij niet de doelgroep te vergroten. Dus wellicht dat ik dat nog eens daarna ga doen, maar de focus is natuurlijk heel belangrijk. Heel erg belangrijk vind ik ook, maar het zijn al die heel vanzelfsprekendheden, maar die ken ik niet voor iedereen. Het communiceren, zeg maar. Natuurlijk is het leuk als er gereageerd wordt, maar meng je dan ook weer in die discussie. Ik kan me voorstellen dat het bij de NOS en het NOS Journaal anders ligt. Maar het voordeel is als je het gewoon over leuke gereedschappen op internet hebt, dat je het niet over ingewikkelde wereldkwesties hoeft te hebben. Maar daarover straks vast meer. Het is dus surfen, RSS feeds, gesprekken die ik voer, ik ga bij mensen op pad. Eigenlijk is het een vorm van een dagboek waar ik waar ik jullie niet te veel zal vermoeien met mijn kinderen en mijn vrouw en weet ik, dat soort zaken. Het is eigenlijk een werkdagboek, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En het kan eigenlijk alleen door een andere toon aanslaan die ik zou aanslaan als ik bij een krant of een weekblad zou werken. Want als ik dat zou doen, zou ik ander materiaal moeten gaan maken, zou ik er meer tijd in moeten stoppen, et cetera, et cetera. Het is niet alleen lekkerder om de lossere toon te lezen, maar het is ook noodzakelijk, voor mij althans, om te kunnen blijven publiceren. Het tijdrovende is natuurlijk wel een element. Gelukkig zit mijn vrouw ook met een laptop op schoot, dus neemt ze me weinig kwalijk. Maar volgens mij is dat wel een soort van voorwaarde om dit soort dingen te doen. En het is een beetje van die druk van het moet. Maar zoals gezegd, het is bij mij net als met sporten. Ik zei net, ik weet al wat van schaatsen. Als ik afspreek met een clubje dat ik elke week ga schaatsen, doe ik het. Als het schaatsseizoen is afgelopen, sport ik niet meer. Dus ik heb gewoon die dwang voor mezelf nodig. En daarom ga ik sinds dinsdag overigens ook weer elke week spinnen. Maar dan heb ik betaald en dan ga ik. En voor mij is het dus cruciaal dat ik, dat ik mezelf daartoe toe verplicht. Een ander dingetje is, als ik het met mensen erover heb, is dan zeggen ze van, maar geef je niet, zeg maar, je kennis en je,
En je kunt de weg. Dan zeggen ze, waarom hou je het niet voor jezelf? Nou, zo is dat natuurlijk een beetje onzin, want ik doe niet veel anders dan bij anderen meekijken. Maar het is natuurlijk wel, daar zit wel iets heel cruciaals in. Want dat zegt een programma bij ons natuurlijk ook. De deskundigheid zit bij een redactie. Of des te meer je weggeeft, is men bang dat mensen met ideeën aan de haal gaan. Ja, ik zie het zelf eigenlijk andersom. Wat ik juist doe als ik een idee heb, dat ik het juist overal rondroep. Want het is ook een vorm van claimen, zeg maar. He, als ik tegen iedereen gezegd heb dat dit het plan is wat ik wil gaan uitvoeren, ja, dan moet het toch wel heel brutaal zijn om het vervolgens ook nog eens een keertje van me af te pakken. Dus als je me heel veel hoort vertellen straks, dan weet je het, waag het niet om ermee aan de haal te gaan. Maar dat is wel wat je heel erg merkt. Als je tegen makers bij ons zegt van, laat nou meer van je proces zien, laat meer van je overwegingen zien, laat... We zijn met een programma bezig, zeg maar, waar misschien komt het programma er niet, maar dan is de hele route ernaartoe, heeft ook nog waarde gehad. En op dit moment, als wij daar niks over vertellen, niemand laten weten en niemand bij betrekken, heeft het eigenlijk geen waarde gehad. Ja, tot slot. Ik denk maar aan de sheets, weet je wel, hoe? Tools? Werkwijze? Plus? Min? Wanneer is het een succes? Nou, voor mijzelf is het een succes omdat ik het leuk vind om te doen. Maar ik heb eerder bij een interview in blad gezegd, kijk, ik vind 100 moet kunnen. Er moeten 100 mensen zijn die het interessant genoeg vinden om te lezen wat ik doe. En in deze tijd van kijkcijfers bij ons vind ik dat een hoog target voor mezelf. En tot nu toe haal ik het. Dankjewel.